Mensen, in deze video vertellen we wat er nieuws gekomen in de allereerste update van Ice Knight. In die update dus gaat Ice Knight ook beter. Er zijn nieuwe locaties en een paar easter eggs. Dus laten we meteen beginnen. Sommige dingen zijn ook al verteld in een andere video. In de update info, maar nu houdt het echt helemaal... het eerste is... Zoals je ziet, wisten sommige mensen al. Hier zit nu echt vlees. Als je het pakt, krijg je alleen geen punten voor. Dat is bij geen van de collectibles. Dus hier is de bar nu gefixt. Eerst van dit. Hier. Zo spannen we dit er in. Bij andere dingen hebben we ook bugs. Van Fortnite Perfect. Dit is gefixt. Eerst van dit namelijk. Hier. Nog geen idee waar dit hoort, misschien is het gewoon zo'n armleiding, waarschijnlijk niet. Het zou misschien niet, want dat is het. Ik weet echt niet wat dat hoort. Ja, volgens mij is dat alles in Snowy Town. Toch? Was het alles? Ja, dat was wel alles. Oké, dus voor de volgende map change moeten we naar de allernieuwste locatie gaan. Want ja, is een nieuwe locatie toegevoegd. Hana Mega Museum. Er staat hier ook ergens. Daar. In het zwart. Mega Museum. En Mega heb ik met kop geschreven. Ik ga het niet eigenlijk. Als je hier binnen gaat. Overal loot, heel veel collectibles waar je geen punten voor krijgt. Ja, de mall wordt helemaal veranderd. Heel goede plek voor veel pijlen. 1 customized chest en 1 krat om te doorzoeken. Ja. Als ik moet kiezen wat het meest kostbare is. Zweerds oudste toiletpapier! Ik steed hem! Oké. Oh ja, de government building. Is een update gekregen. Maar gelijk even kijken of ik een lift to go kan vinden. Kan ik sneller travelen of iets om sneller travelen. Ja, die moet ik nog een keertje laten staan. Graag doen voor een update. Dus je kan zien, die vet te veranderen. Moet eens even kijken of ik hier in dit te go. Nee. Dus dit zit er nu bij. Een werkplaatje. En boven is er ook een werkplaatje neergezet. Moet ik heel ver gaan lopen. Hier gaan eerst wel eigenlijk daarin. Nee, ik ga niet gaan. Dus daar zo staat het gebouwtje. Er staan er nog 2 voor de uitdaging. Maar ik ga ze niet allemaal laten zien, want dan verkap ik de uitdaging. Oh ja. Dit staat er. Gok in de reactie dat dus eerst zijn mensen die weten misschien wel omdat ze de video's hebben gekeken. Oké, ze hebben niet nog heel veel matches. En daar zo is het nu gewoon vlakke grond in plaats van een gat. Ik vind het wel leuk hoe die mond open en dicht gaat. Nam nam nam. Kijk, hier is ook een nieuw gebouwtje. Je kan er bommen vinden. Voor andere dingen. Dit is niet echt een heel goed huisje voor loot, maar... er zijn meer plekken die niet voor loot zijn. Het is niet goed voor loot zijn. Oh nee. Hier is er verder nog iets. We hebben wel wat changes. Ja.
bij de eerste update na beta zal waarschijnlijk het verhaallijn erheen te vormen en komen er waarschijnlijk ook nieuwe uitdagingen aan. Omdat sommige uitdagingen dan niet meer mogelijk zouden zijn. Zo de maaien. Kijk, ik hoop dat jullie een leuke video vonden of een informatieve video. Dan zie ik jullie in de volgende video. Doei!